In Hollands glorie staan ondernemers centraal die met hun product succesvol zijn in het buitenland. En dat is deze week Ton van de Klashorst van Bionix. Echt een geweldig verhaal, een geweldig bedrijf ook. Ze maken coatings. Coatings dat beschermt tegen vuil en tegen vocht. Dan denk je, nou, weinig innovatief, maar reken maar. Dat goedje wat Ton maakt, dat gaat de hele wereld over. Nou, zelf zit hij helemaal in het noorden van Nederland, in Winschoten. En verslaggever Sander Paulus, die zocht hem op. Ik keek vroeger altijd naar van die Amazing Discoveries. Maar nu kan ik het zelf een keer doen. En hier wordt de grond helemaal nat. En hier niet. Het is ongelofelijk. En dat allemaal door een totaal nieuwe soort coating. Bedacht door Ton van de Klashorst uit Winschoten. Een normale coating of een was die je gebruikt, die ligt op het oppervlak. Ja. En die kun je als het ware met je nagel. Ja, die kun je er met je nagel als het ware al afkrabben. Ons materiaal dringt ook in het kunststof. Kunststof, hè, dat is uniek. Ja, dat is uniek. Het wordt kortstondig geopend en in dat kunststof komen we zeker een halve millimeter diep naar binnen toe. Maar ook voor metaal, daar dringen we ook in. We openen moleculair het metaal, waardoor de nanodeeltjes, de zanddeeltjes, tussen het metaal inkomen. En dat is de truc? Dat is de truc. Het gaat dus om een nanozandkorrel die 2,5 miljoen keer kleiner is dan deze korreltjes. Ton kwam op het idee als facilitair manager van een casino. Toen hadden we de problemen dat op speeltafels drankjes omvielen. En dan kreeg je het effect dat normaal gesproken drankjes in de tafellaken trokken. En dan moest je gewoon 20 minuten zo'n tafel stilleggen, omdat je anders water in de ringing had. Dat moest anders, vond Ton. Maar zijn supercoating ondervond veel tegenstand van de traditionele siliconen coatingmakers. 3 jaar geleden was het bijna afgelopen, maar Ton vond een uniek selling point. Er is in de hele wereld een coating of een impregnaat is niet verzekerbaar via een verzekeringsmaatschappij. Dus toen heb ik daar 1 maand of 5, 6 in geïnvesteerd en contact gehad met diverse verzekeraars. En na veel gesprekken en testwerk hebben wij Lloyd's Londen bereid gevonden om nu op de werking van onze producten een verzekerde garantie te schrijven tot maximaal 20 jaar. En dat heeft niemand? Heeft niemand. En toen stonden de bedrijven in de rij. Hoogtepunt tot nu toe is de coating van Huis ter Duin in Noordwijk. Maar met de coating van steen, hout, metaal en textiel stopt de productontwikkeling niet. Ons nieuwste product is een product voor motoren. Dat wordt toegevoegd aan de motorolie en aan de brandstof, benzine of diesel. Gewoon in de auto? Gewoon in de auto. En dan loopt hij op de korte afstandjes 12% zuiniger, op de snelweg 20%. Hij wordt hartstikke stil, schadelijke uitstoot gaat naar beneden, wordt ons beste product. U hoort het, met het zelfvertrouwen zit het hier wel goed. Ik vind het geweldig van Ton uit Winschoten, maar een bedrijf als AkzoNobel, wereldmarktleider op het gebied van verf, die maakt ook dit soort beschermende laagjes. Dan denk ik, ja, dan heeft hij toch misschien op termijn wel een probleem. Ja, er zijn wel grote spelers in die markt, maar er is maar 1 ton en er is maar 1 product zoals hij dat heeft. Maar wat maakt het nou zo uniek? Heb ik iets gemist? De grote jongens gebruiken allemaal chemicaliën als hoofdbestanddeel van hun product. En dat is op den duur is dat toch slecht voor mensen en milieu. Tons product is biologisch afbreekbaar. Het is gemaakt van zand op het kleinste niveau, op nanoniveau. Maar als het dus in de natuur komt, het ergste wat er kan gebeuren is dat het zand terug de natuur ingaat.